op een gegeven moment kwam een andere iemand van mij. Zo gewoon een standaard procedure dat je minder. Zo'n riem erin doen, hè? We hebben een heel smal stukje aan het eind van die riem zitten. Dit stukje, dat noemen we de hals. Dit is het allersmalste stukje van de riem. Daar staan we. Ja, dan krijg je alleen het probleem als je op je druk staat. Dan moet je in bij de hals. En dan schuiven we hem over dat die rechterkant vol is. Ja, dat draai je op. Handen
met één vinger, bijvoorbeeld je wijsvinger, om die tussen de riem in te houden. Nee, hè? Ja, want dan kan je die nou zo beter vast. En dan kun je zo beter wat doen. Ingeven is allemaal eigen. Nou, dan stap je nu met de rechtervoet. Dat is de tweede. En dan met de tweede, dan ga je met je voet in het voetbord. Met je linkervoet. En drie daar zit. Ik vind het niet gek. Ja. 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 Ja.
Ja, toen rijden die licht nog. Dat je goed tegen die dollar komt. Ja.